Hell yeah. Oh, I made it. Toffe handen, Santila. Oh, wacht, nee, dit is een spider cave. Oké, okay, dan moeten we naar rechts. Dan is rechts de bee cave. Ik had toch verteld dat er een andere spinnen cave naast zat. Ja, maar ik heb hem nog niet gezien. Man. Ik heb eindelijk Sweet Veggie Cake na al die afleveringen. Ah, nice. Eet mijn slak, jonk. Ik ben benieuwd wat het verschil nou is. Even kijken hoeveel damage het doet. Ja, dat daar een trike. Hallo, trike mensen. Volgens mij kost dit wel heel veel mana. 150 damage! Oké, het heet een Mountain Dragon. Dat is de naam. En het is inderdaad een Alpha Raptor. Oh nee, dit is wat anders. Damage. Dit is een Dragon Rex. Wat? Ja, de Dicurus is inderdaad even een stukje zoeken. Oh, daar loopt er eentje. Wat? Hij is level 45 op de berg. Wat? Het is duurt die timing ook zo. En we hebben, het mooiste nog, hier is een waterputplek. Dus we hoeven niet helemaal te lopen voor water. En dit is wel een chille plek is, man. Oké, sure. Geef jij hem even een naam of wil je dat ik iets bedenk? Verzin maar wat, mijn jonk. Oké, laten we hem meenemen naar de berg. We moeten nu even een huis bouwen hier. En zodat we al die spullen kunnen overhuizen. Maar dat doen we in de volgende aflevering. Hallo videomensen, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Ark Crystal. Jongens, we zijn vandaag weer terug met Duncan. Duncan slaapt. Duncan, word wakker. Word wakker, Duncan. We zijn aan het opnemen. Hij slaapt gewoon dwars door de opnames heen. Dit is niet oké. En hij wordt ook gewoon niet wakker als ik zo met hem slinger. Verdomme, Duncan. Goddammit. We hebben hier trouwens eventjes twee van die preserving bins neergezet om al onze food en shit te preserven in de week dat wij niet hebben opgenomen natuurlijk. Het zit er nog redelijk in, maar er zit ook 1200 spoiled meat in. En hier zit 990 spoiled meat in, dus dat betekent dat er een hoop is gespoiled. Dat is natuurlijk niet zo slim. Maar we waren natuurlijk in de vorige aflevering voornamelijk bezig met alles overhuizen. En ik zei al tegen jullie, waarschijnlijk als ik online kom in de volgende aflevering, staat er een hele basis. Volgens mij is Stinkjog heeft gewoon er compleet doorheen geslapen. Dus ik slinger hem eventjes heen en weer zo. Rat-tadat-tadat. Want hij heeft denk ik niks gebouwd. Ik weet het bijna wel zeker, want alle spullen staan hier nog. En ik had verwacht om online te komen en dat alle spullen dan gone waren. Maar dat is dus niet zo. Dus stikke juich. Ik ga wel alleen verder, hè. Ik doe het wel weer allemaal zelf. Nee, oké. Laat ik allereerst eventjes wat hout pakken. En eventjes dit vlees in de hands steken. Omdat ik wel wat vlees nodig ga hebben natuurlijk. Ik moet voer hebben om te overleven. We kunnen in de tussentijd wel alvast eventjes niet dat doen. Even alles eruit halen. En dan langzamerhand alles eventjes overhuizen naar dus die andere black. Dus we beginnen gewoon eventjes met de fortjes. Dus even kijken of we misschien nog wat extra mee kunnen nemen. Misschien kunnen we deze zo nog meenemen. Oké, we zitten wel aardig vol nu. Maar so be it. Het gaat op zich wel prima. Cool, we kunnen nog lopen. Hallo Millie, kun jij ons dragen? Millie is veel te... Millie, je bent stom. We hadden je eigenlijk eventjes weer aan die hoek moeten vastmaken, zodat je weer kon levelen. Want dan hadden we even wat meer in weight echt, toen ze scheet ging die weight naar beneden. Dat was wel heel gek. Oké, maar dit gaat dus niet. Wat ik dan moet doen is, ik denk dan toch eventjes wat gaan dumpen, hè. Laat ik dan maar toch maar wat even in de chest gaan gooien. Zo, ik heb even wat gedumpt. Kan Millie me nou dragen? Millie kan me dragen. Dus het gaat wel traag, maar het gaat. Dus dat is prima. Ik loop eventjes richting de nieuwe basis. Die zit letterlijk hier tegenover. De vorige aflevering had ik nog wel een beetje moeite met me wegzoeken. Want ik ging die kant op, maar ik moest die kant op. En dat was heel verwarrend. Maar we weten nou wel waar we heen moeten. Dus rechts zo die gaat. Hallo. Toen ik hallo zei met echo, spande hier letterlijk een drop. Ik wil niet zeggen dat ik magisch ben, jongens. Maar ik denk toch dat ik een soort van tovenaar hen. Weet je, ik weet ook wel dat ik deze fireballs kan schieten. Kablam. Maar dat ik zo magisch was, dat ik gewoon één keer hallo zei met echootje eroverheen en spant hij nu een paar drop. Weet je, dat had ik nooit verwacht. Maar goed. Hallo, nieuwe basismensen. Nou, oké, mijn theorie over het feit dat Duncan niks heeft gedaan is te zwaar. Want zoals je ziet, er is nog geen hok hier. Er is nog helemaal niks hier. Wat we kunnen doen, is we kunnen wel alvast met wat spullentjes die hierin zitten. Dit zat er trouwens nog in. Of zit dit in mijn inventory of in zijn inventory? Now I am confused. Volgens mij zit ik nu shit in zijn inventory te doen. Dat is niet de bedoeling. Goed, we kunnen alvast wat foundations maken. Hoeveel kunnen we er craften? 1 hele foundation, jongens. Great. We hebben niet genoeg thatch. Zit hier thatch in? Hier zit zeker 2 thatch in. Dus dan kunnen we namelijk eventjes een kleine basis maken. Eens even zien. 5. Oké, dat is niet veel, maar het is iets. We gaan gewoon weer een houten basis. Willen we een houten basis maken, though? I don't know, man. Ik heb eigenlijk zoiets van, moeten we niet beter een stenen basis maken?
Dat is een beetje lastig. Oké. Ik ga hier even over nadenken. Ik heb erover nagedacht en het lijkt me toch wel verstandig om een stenen basis te gaan maken. Dus die Dodicurus, hè? Je hebt een zadel nodig. Dat kunnen we wel regelen. Laten wij gewoon dit dan eventjes gebruiken als tijdelijke outpost. Waar wij gewoon wat spulletjes kunnen neerrammen. We leren eventjes het Dodicurus saddle. Die moet gemaakt worden in de Smith Hay. Dus dan pakken we die er ook even bij. Here we go. Die rachen we ook gewoon eventjes neer. Zoals ik al zei, we gaan dit niet heel fancy doen. Want dit gaat dadelijk toch weer allemaal in een stenen basis komen. Dus even kijken, wat hebben we nodig voor de Dodicurus saddle? We hebben metal ingots nodig en hide. Nou, hebben wij dat nog? De metal ingots sowieso ook. En de hide hebben wij. Dus dat gaat goed komen. We maken eventjes een Dodicurus saddle. Want dan kunnen we namelijk mokertje veel steen gaan farmen. En dat gaan we natuurlijk zeker nodig hebben mochten wij een basis van steen gaan craften. Dus hey, komt u maar met dat zadel. En dan hebben wij hiervoor D-Oody. Duncan die had vorige week natuurlijk de dingen naam gegeven. En ik had gewoon niet gezien dat hij een D-Oody had genoemd. Dat is wel geinig. Dat is wel een leuk grapje. Ja. Oké, laat ik dit eventjes... En hij heeft een zadel, jongens. This is very nice. Dus nu kunnen wij dit doen. Ik moet hem eigenlijk even wat meer movement speed geven. Er zijn niet heel veel stenen hier. Dus daarom denk ik van, oké, laat ik nu gewoon meteen al deze stenen looten hier. Oké, de dodie zit een beetje vol nu. We kunnen niet echt meer bewegen, maar zoals je kan zien... Dat is een mooie hoeveelheid resources, al zeg ik het zelf. Hey vriend, ga jij maar eventjes op follow dan. Dan kun jij gewoon lekker achter me aangaan. We hebben zo'n beetje al het steen en metal hier geloot. Ik weet dat dat best wel zonde is van het metal om het te looten met een Dodicurus. Want ja, je krijgt eigenlijk alleen maar steen voor terug. Maar we hebben nu even steen nodig en het respawnt waarschijnlijk vanzelf alweer. Dus ik laat de Doody gewoon eventjes hier staan. Ik rach even al deze resources gewoon, nou, en de smithy dan maar. Dan kunnen we daar weer het een en ander van maken. En dan ga ik eventjes terug naar de base. Want ik moet nog even wat meer spulletjes ophalen. En onze paarse drop is gedropt. Waarin wij net een goocheltruc voor hebben gedaan. Die is nu geland. En we hebben... Oh, wauw. Oké, dat is best wel... Oké, sure. Mastercraft shotgun. Helemaal prima. Daar ga ik mee akkoord. Ik ga akkoord met jullie aangepaste terms and services. Dankjewel. Nee, Mastercraft shotgun is heel nice. Ik had niet verwacht dat ik die zou vinden in een paarse drop. Maar hey, ik mag niet klagen. Waar ik wel over moet klagen is het feit dat ik dit allemaal nog moet meenemen. Ik moet Duncan eigenlijk ook meenemen. En ik denk dat ik gewoon de omheiding laat staan van de base. En dat dan zeg maar Duncan niet doodgaat. Dan is het met me mee. Gaan we. Heel nice. Ik hou van dat ding. Maar het is wel een leuk geluidje. Oké, laat ik het een en ander mee gaan nemen, jongens. Zo, ik heb al een deel meegenomen van het huis. Dus eigenlijk is het nu gewoon de kwestie van de hele tijd... Heen en weer blijven rijden. Om gewoon zoveel mogelijk spulletjes van A naar B te verplaatsen. Dus dat ga ik dan ook doen. Zo, jongens. Dat was hem. Ik heb het huisje helemaal leeg gehaald. Behalve Duncan. Zo, mooi. Prima. Ik heb alles leeg gehaald. Deze campfire. Nou, laat hem maar staan. Dat is prima. Dus hey, dit is het enige waar hij in thuis komt. Of hij wakker wordt. Een leeg staand hok. Alles hiervoor is ook weg. Dus dat is prima. We kunnen afscheid nemen van ons hockey. Nee, we kunnen nog geen afscheid nemen van het hockey, want we zitten vol. Millie kan ons weer niet dragen. Jemig. Ik wil eigenlijk niet nog een ronde doen. Ik wil niet nog twee keer in de weer lopen. Oké, weet je wat? Ik drop wel wat shit. Eens even zien. Steen. Laat ik gewoon even een halve stack steen droppen. Is dat genoeg? Kun je me nou dragen, Mills? Oké, jij kan me nou dragen. Halve stack steen. Weet je, die steen, we hebben een Dodicurus nu. Steen is niet meer of the essence. Dus we lopen nou gewoon lekker terug naar de basis. Hallo, manin. We zijn weer terug. Dat betekent dat de verhuizing officieel is geslaagd. Althans, de spullen zijn over. Dus dat is goed. Laat ik hier eventjes opnieuw mijn kleine farmhuisje bouwen. Aan de andere kant, weet je wat ook leuk is? We kunnen ook weer zo'n mooie greenhouse maken. Ik vind dat wel leuk om meer van een greenhouse te maken. Weet je wat? Fuck it. Dat gaan we gewoon leren. We doen een greenhouse wall. We doen een greenhouse ceiling. En dat is het. Oh, nee, dan gaf eventjes een dubbel... Nou, niet een double door frame. Gewoon een normale. En een door. Zo, dit is alles wat we gaan doen. We gaan het niet veel meer fancier maken dan dit.
Gewoon een kleine greenhouse. En dan kunnen we daar in onze kleine farm maken. Ik weet niet, ik vind het wel leuk om een beetje op een andere manier aan Ark te beginnen dan dat je normaal doet. Want normaal gesproken begin je dus gewoon met Ark door gewoon alle engrams af te gaan. Maar wij beginnen gewoon met Ark door meteen te gaan farmen. En dat vind ik eigenlijk wel grappig. We kunnen eigenlijk een keer dat cementing paste gebruiken. Dus dat is wel handig. En daar loog ik trouwens over, want we hebben helemaal geen cementing paste. Ik bedoelde dus... ik dacht niet de Argentina paste, maar dat andere meuk. Ik weet niet hoe het heet. Organic polymer, ik dacht dat dat was. Maar dat is natuurlijk iets compleet anders. Dus dat kunnen we niet gebruiken. Heb jij nog het een en ander gepoept voor mij? Ja, je hebt hier 2 Argentina pasta neergezet. En dat is het eigenlijk wel. Dus eigenlijk wat we moeten doen, is we moeten die hitching pool even neerzetten. En dan zeggen we gewoon hitch all nearby dino's. Hoppakee. En dat is hem. Dit is wel lekker gehitcht, jongens. Wat vinden jullie daar nou van, hè? En dan laten we ze gewoon even wandelen, want dan gaan ze lekker snel lopen of lekker snel levelen. Zo, en dan ga jij ook heel veel van die shit aanmaken. Dat is natuurlijk ook fijn. En dan moeten we eigenlijk alleen nog even een poep egg en poep collector maken. En dan kunnen we heel veel van dat soort shit in elkaar flansen. Laten we eens even kijken of dat dan mogelijk is. Egg en poep collector. Ik had hem wel al geleerd, dus dat is fijn. Jones, egg en poep collector. Oh, daar hebben we electronics voor nodig. Uiteraard, natuurlijk, ja, dat was gewoon weer vergeten. We hadden electronics nodig voor dit en crystals. Dus wat we zouden kunnen doen, we zouden al een fabricator kunnen leren. Waarom ook niet? Laten we dat eventjes doen. En die moeten we waarschijnlijk hierin maken. Nou, die kunnen we daarin maken, want dit is onze S+ bench. Fabricator, hebben we daar alles voor? En uiteraard niet. We hebben olie nodig. Oké. Olie. En redelijk wat cementing paste. Oké, dat is redelijk wat. De metal heb ik wel, de spark powder heb ik. Ik heb alleen geen oil. De crystals heb ik denk ook. Dus daar moeten we er nog eventjes naar gaan zoeken. Laat ik alvast dit eventjes hierin doen, want dat kan natuurlijk spoilen. Dat zou zonde zijn. Dus dat doe ik daar even in. Dan zet ik voor nu denk ik maar gewoon... Nou, ik wil niet eigenlijk... Weet je wat? Ik heb nu wat in mijn hoofd zitten. Ik wil nu zo'n greenhouse'je. Dus dan gaan we ook zo'n greenhouse'je maken, dames en heren. En deze makker, weet je. Je zit hier wel echt irritant te stampen met je voeten. Heel leuk dat je eventjes mijn huis komt bekijken die er nog niet in is. Maar dit gaat wel een beetje ver. Oké, ik heb even gekeken. En op internet stond dat er op 30.4 en 63.6 een oily verzamelplek zit. Maar zoals je kan zien, dat is helemaal naar het oosten. En dat is best wel ver naar het oosten. We zijn er wel een keertje geweest, want anders mijn map is daar wel ingevuld. Dus mochten we daarheen willen, moeten we een eindje rijden. Willen we dat in deze aflevering doen? I am not so sure. En net dat we beter onszelf kunnen focussen op het maken van een base, dan dat wij nu gaan focussen op het verkrijgen van olie. Ik denk dat dat een verstandigere keuze is voor nu. Uiteindelijk kunnen we daar natuurlijk wel naar gaan kijken. Dus hoeven we ons toch niet zoveel zorgen om te maken nu. Want Argentoni heeft gewoon zijn voedsel. Ik heb ook nog meer dan genoeg vegetables hier in de koelkast zitten. Dus het is niet heel erg van belang nu. Althans, Argentoni is alweer door zijn voedsel heen. Hè? Stinkjonk, waarom ben je nou weer door je voedsel heen? Moeten we weer nieuw voedsel maken? Ik zie het alweer. Nou goed, dit beest blijft dus eten. Ik denk dat we voor nu beter gewoon een kibbeltafel kunnen leren. Want, weet je, hij zit toch in de game. So why not, right? Ik bedoel, het is voor nu een beetje de snelle oplossing. Ik had tegen jullie gezegd van... Hey, ik ga het op de oude manier doen. Ik ga dus heel veel resources verzamelen. En dan maak ik het gewoon op de old-fashioned manier. Maar als ik dat nu al een paar keer heb gedaan... Ik mag nu van mezelf wel een kibbeltafel leren. Of in ieder geval craften. Dus dat is geen probleem. Met al het keratin en chitin wat ik heb, kan ik in totaal iets van 60 cementing paste maken. Dat is genoeg voor een kibbeltafel, dus dat laten we lekker doorgaan. Verder denk ik dat we gewoon een beetje een start moeten gaan maken aan dus de base. We kunnen hier al redelijk wat grond gebruiken. Het is een redelijk grote omgeving, dus dat wil ik dan ook wel gaan doen. Zonder zeg maar de spawns en deze waterframe bijvoorbeeld te irriteren of te gebruiken of hoe je het ook wil noemen. Dus dat is wat ik ga doen. Laten we gewoon beginnen met... S+ Stone Foundations. Dat lijkt me wel een goede eerste stap. Daarna maken we gewoon S+ Large Stone Walls. Om gewoon de hele muur te vullen. Dat is denk ik de makkelijkste oplossing. Dus dat is dan wel een goede manier. Eens even zien, hoe gaat het met dit? Dit gaat nog door, dus we moeten even al het resterende steen wat we hebben... eventjes hier zo inrachen. Op deze manier. En dan kunnen we dus die foundations maken. Eens even zien. Stone foundation. Daar hebben we nog thatch en wood voor nodig. Hopelijk komen we hier een beetje ver mee. Eens even zien. Stone foundations. Hoeveel kunnen we craften? 40. Oké, dat is best wel nice. Laten we beginnen met een base van... Laten we zeggen... Laten we gewoon alles doen. Ik wil eigenlijk een base van 7x7 creëren. Dan hebben we echt gewoon een grote base. Of 5x7 of zo. Iets in die richting. Ik denk dat het wel... mooi is voor een basis, langwerpige basis of een grote vierkante basis. Daar kunnen we een hoop in bereiken, dus dat lijkt me
We hadden strakke plan, dus we laten gewoon dit lekker doorcraften. Daarna moeten we gelijk alweer aan de resource verzamel sessies. Op zich kunnen we dat alvast doen. Ik denk dat ik dat gewoon alvast ga doen, terwijl dat toch craft, want het duurt wel eventjes voordat het craften klaar is. Dus ik ga eventjes gewoon ervan door. Dan neem ik Millie gewoon mee en dan neem ik op de schouder gewoon onze Doricurus mee. En dan gaan we gewoon beneden eventjes een hele shitzooi aan steen verzamelen. Oké, we hebben een sessie gedaan. Zoals je kan zien, er zit weer heel veel stone in. Dus dat is helemaal goed. Ik ga jou eventjes weer aan deze makker hangen. Zodat jij lekker kan doorgaan met het levelen, want dat vind ik wel belangrijk. Hitch Dino en Enable Wandering. Jij nog niet, want jij moet zometeen weer mee op avontuur, want we hebben meer hout en meer steen nodig. Laat ik alvast wel even een beetje beginnen met de uitlijning van de base. Kan ik dit allemaal dragen? Tot ziens wel, geen probleem. Dus laten wij dat een beetje hier gaan doen. Ik denk dat ik toch even deze bronto moet gaan neerhalen binnenkort, want ik word toch al een beetje zat van dat joch. Dus even zien. Laten we gewoon hier al een beetje de achterkant maken. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Ik denk dat het wel mooi is om te beginnen. Gewoon 5 breed en misschien iets langer. Nou, oké. Ik denk toch dat ik hem 7 breed ga maken. Want ik hou wel van een beetje ruimte. Oké. En dan hoe lang gaan we hem maken? Oké. Ik heb, zoals je kan zien, een beest gemaakt. Hij is 7 breed en 10 lang. Ik denk dat het wel mooi is. Met 7 kunnen we precies mooi een deurtje in het midden plaatsen op de kop. En met 10 lang kunnen we misschien een grotere 2 slotsdeur maken. Zoals bijvoorbeeld een dinosaur gateway of zo. Iets in die richting. Zo, dat was hem dan. We hebben gelijk al heel veel meer foundations nodig. Laat ik even vertellen hoeveel we nodig hebben. We hebben nog 30 foundations nodig om dit gat te vullen. Dus ik ga eventjes een shitzooi aan bomen omhakken. Ik heb daar niet echt een dino voor nog. Dus dat moeten we maar met de hand doen. Hey, hier komt een gloed vanaf. Waarom komt daar een gloed vanaf? Er zit hier gewoon een Mastercraft Giganotosaurus saddle. In de grond, hè, jongens. In de grond zit een Mastercraft Giganotosaurus saddle blueprint. Holy shit, een Giganotosaurus, jongen. Daar wil ik nog niet eens aan denken om te temmen. Moet je nagaan dat we daar nu al een Mastercraft saddle blueprint voor hebben. Nou ja, mochten we ooit in de toekomst dus een Giganotosaurus gaan temmen, hebben we in ieder geval wel al dat blueprint. Maar ook goed om te onthouden dus, zien wij een gloed bij zo'n molshoop. Gelijk kijken, want er zit gewoon sikke loot in. What the hell? Zo, dat is ook weer gedaan. En zoals je ziet is mijn badge van 28 net klaar. Zeggen we 29, 30. Dus dat wordt nu gedaan. En laten we gewoon deze meteen allemaal craften. 13 stuks. Daarmee hebben we in ieder geval al een groot gedeelte gedaan van de muren, denk ik zo. Tadaa, precies goed volgens berekening. We hebben één mooi base gedeelte. Oké, laten we even zien hoe het gaat met die muren. Die zijn echt heel snel gecraft. Kunnen we die allemaal meenemen? Dat kan. Oké, hij is 4 hoog. Nou, dat is prima. Dit is de achteringang, dus die kunnen we gewoon helemaal dicht doen. Dus even zien. We doen de zijkant ingang voor nu ook gewoon even helemaal dicht. We moeten nog even kijken hoe ik dat precies ga aanpakken met waar ik deuren ga doen en dergelijke. Dus even zien. Hoe zit dat met die resources? Wat hebben wij allemaal nodig om die muren te craften? Voornamelijk hout. Hout is eigenlijk een beetje onze grootste zorg op dit moment. Hout en thatch. Dus ik ga nog maar even een paar keer heen en weer rennen, denk ik. Oké, ik heb even 2 keer een hout en thatch run gedaan. Dus dat ziet er heel goed uit. We hebben nu 15 van die stone walls. Ik weet niet precies hoeveel we er nog nodig gaan hebben. Dus laat ik dit maar gewoon eventjes allemaal zo doen. Ik denk dat ik toch wel echt meteen een Danger Gateway er wil gaan neerraggen. Dus misschien dat ik dat meteen even ga craften. Eens even kijken. Dino. Stone Dinosaur Gateway. Laten we dat maar doen dan. Zo, ik heb even het een en ander geleerd. Dus even zien. Laat mij er eens eventjes bij. Crafting table. Zo, even kijken. Stone gateway. Reinforced gate. En ik wilde dan een double door en een double door frame. Ik zei daar precies verkeerd om. Maar dat wil ik eventjes gaan kijken of dat wat is. Eens even zien. En daar zijn we. Dus nu kan ik die eventjes alvast plaatsen. Ik word helemaal wild van deze plek, jongens. Ik kan niet wachten dat mijn base staat. Zodat ik eigenlijk het een beetje goed kan inrichten. Eens even zien. Oké, dit is dus de double door frame. Zoals ik al dacht, die neemt volgens mij 2 ceilings in beslag. Ja, 2 ceilings neemt hij in beslag. Of 2 foundations. En dus dat is prima, die staat daar mooi. En dan doen we hier ook eventjes onze main door. Dat is echt, eigenlijk is het best wel klein. Kijk nou, het ziet er zo zielig uit. Maar goed, dat staat. Dus dan kunnen we daar omheen nu gewoon eventjes onze mooie muren plaatsen. We hebben er nog... Wow, dat gloeit daar mooi in de verte. Zie je dat? Het wordt de hele tijd, het pulseert een beetje van oranje naar uit eigenlijk. Dat is vet. Misschien dat we daar een keer heen gaan. Oké, ik heb nog 3 van die grote muren nodig. En 3 kleine normale walls. Dus dat is een ding. Dus dat is 1, 2 en 3. En jij staat verkeerd. En dat is dan 1,
2 en 3. Tadaa! Onze base is dicht. Dat is mooi. We hebben hier al een ingang voor onze dino's. Mocht dat nodig zijn, waarschijnlijk wel een keertje om gewoon dino's te legen. Is toch wel handig om daar een gate voor te hebben. En we hebben hier ook gewoon een deurtje, zodat wij makkelijk naar buiten en naar binnen kunnen. Hier doe ik dan eventjes die water vein. Daar moet nog een zo'n tap op komen. Maar hey, we hebben best wel een zieke base zo, denk ik, jongens. Dat is very nice. I like this. Oké, er moet uiteindelijk nog wel een dak op komen natuurlijk. Dat is denk ik wel... Blijf eens eventjes heel gauw hier. Er moet natuurlijk wel een dak op komen. Dus dat is nog wel een ding wat we moeten doen. Ik denk dat we daar heel wat van die ceilings of foundations voor nodig hebben. Maar het lijkt mij wel goed om eerst eventjes het craft gedeelte in de basis hemzelf te plakken. En het lijkt me wel leuk om dat hier te doen. Dan hebben we gelijk een mooie, ja, een mooi hokje daarvoor. Laat ik de chest maar gewoon eventjes tegen deze muur aanplaatsen. Zoals dit, hier kunnen we gewoon een mooie chestenrij maken. Uiteindelijk ga ik daar natuurlijk vaults voor maken. Dus op zich, die chesten zijn heel tijdelijk. Kunnen wij al vaults maken trouwens? Is dat al een ding? Eens even zien. Vaults, nee, dat is level 75. Dus daar kunnen we nog niet echt naar kijken. We kunnen wel alvast metal storage boxes maken. Misschien is dat al een idee. Cementing paste, hide en metal ingots. Ik denk dat het wel goed is om te doen, dat we die gewoon gaan maken in plaats van die andere storage boxes. Die zijn een stukje veiliger. We kunnen er zo te zien twee maken, dus dat is fijner. Zo te zien al een hoop cementing paste gecraft. Ik denk dat we met twee al aardig ver komen. Kijk, zo. Dan hebben we dit in ieder geval. Onze eerste storage facility is gereed. Dus hier kunnen we echt een zoot meuk in droppen. En de laatste is dan deze mooie smithy. En die zet ik dan hier zo neer. Eens even kijken. Hoppakee. Dat is mooi. Hier heb ik een rijtje van de meest stand of de crafting dingetjes die we het meest gebruiken. Het is misschien niet helemaal praktisch hoe ik dit heb gedaan. Wacht eventjes. Ik denk dat ik deze nog wel even anders ga doen. Dus ik source transfer alles eventjes daarheen. En dan pakken we deze even op. Ik denk dat we die beter namelijk hiernaast kunnen zetten. Zo. Ja, dat is wel prima. En dan kunnen we daar namelijk nog een extra preserving bin naast zetten. En dan zetten we in die hoek dan wel eventjes de cooking pot. Zo, die kan daar wel staan. En dan kan hier nog een mooi preserving bin naast. Dat is op zich wel prima. De cooking pot is niet echt heel erg belangrijk op dit moment. Dus dan doen we het wel gewoon lekker zo. Hoppakee. Dit werkt. Hierdoor heb ik alles een beetje knusjes op elkaar gepropt. Maar dat is op zich wel prima. We hebben alles bij de hand wat we nodig hebben. Dus helemaal goed. Hier heb ik dus, zoals ik al zei, nog een extra preserving bin. En dit wordt een rij van refining forges. Dus dat is helemaal nice. Hiernaast kan dan nog inderdaad, hoe heet dat ding komen? De fabricator, die komt daar dus naast. Maar daar hebben we nog geen oil voor, dus dat gaan we nu nog niet doen. Ik denk dat we zo aardig ver zijn hier onderin. Dit is al een beetje ongeregeld zootje. Alles zit een beetje dwars door elkaar, maar dat is op zich niet zo erg. Ik zet deze twee eventjes aan, zodat dit weer om wordt gesmolten naar metal. Dat is wel handig. Ik ga het een klein beetje sorteren. Tadaa. Hey, we kunnen zo te zien al een klein beetje beginnen aan onze greenhouse. Dat is misschien wel leuk. Zullen we dat gaan doen? Zullen we eens kijken hoeveel we kunnen maken? Greenhouse wall. Hoeveel we kunnen daar... We kunnen drie heen. Ja, oké. Daar komen we niet heel ver mee. Wat komt eigenlijk het meeste tekort? Ik denk dan sowieso de cementing pasta. Hoe zitten we op keratin en chitin? Volgens mij is dat echt ontiegelijk low. Dus daar moeten we een keertje maar spinnetjes van aanvallen. Trouwens, dat kunnen we wel even doen. Ik bedoel, we hebben nog wel even de tijd, denk ik. Dit is toch wel even gaande. Laten we dat gewoon eventjes doen. Ik zet eventjes mijn Vistus al fog removal nog neer. Die zetten we maar gewoon hier neer. Ik bedoel, grote vogel, die moet gewoon ergens staan. Dan kunnen we even make the dodo happy. Happy, yay. Oké, goed. Laten wij even op pad gaan en op zoek gaan naar spinnies. Want ik weet dat ze er zijn. En ik wil ze eigenlijk gewoon even aanvallen. En dan kunnen wij hun resources, in dit geval chitin, gebruiken. Om dus heel erg veel van dat te maken. Dat lijkt me wel een goed plan. Dus dan gaan we dat gewoon lekker doen met Millie. Want Millie is natuurlijk mokertje sterk. De rest zit daar op zich wel prima aan vast. Dus laten wij richting de spider cave gaan, jongens. Oké, volgens mijn markers moeten we er nu bijna zijn. Word ik gechased? Het leek eventjes voor een seconde of ik gechased werd. Volgens mij is het dan ook hier. Yes. Oké, hopelijk kan ik hier wat spinnetjes vinden. Want de vorige keer dat ik hier was, vond ik alleen maar slangen. Maar als het goed is, slangen krijg je ook chitin van. Of keratin of zo. Hallo, slangmensen. Het is wel een beetje irritant dat ik gewebd ben. Oké, ja, daar zijn onze goede vrienden de slangen al. Oude, ik one-tap alles. Dat is insane. Oké, nog meer slangen. Araneo's. Komt u maar. Oké, hoeveel van hebben we daar al van? We hebben nu al 300. Dat is very nice. Zo komen we wel snel aan onze chitin. Dus komt u maar slangen en komt u ook maar scorpionen. Ik vind het helemaal prima. Heerlijk hoe OP eigenlijk met Tila Kolea ook is, jongens. God, scaleren. De spinnen komen echt letterlijk uit elke hoek hier, oh. Heel sick gedaan. Oh, er zit hier ook een Artepleura. Die moeten we wel even snel killen, want anders gaat onze armen eraan. Dat moeten we niet hebben. Zo, daar waren er drie. Goedemorgen. Oké, er kwam een Artepleura uit de muur. Moeten we niet willen. Laten we hem ook even looten.
Daar krijgen we ook weer chitin van. Heel sick. Oké, hoe zitten we op chitin? We hebben nu al 2 kop chitin. Dat is heel erg veel. Oké, laten we even al deze primitive meuk gooien. Titan de boa venom kunnen we zeker weten wat mee. Oké, nou, we hebben meer dan genoeg verzameld, denk ik zo. Is dit serieus een lege grot? Is dit gewoon een lege grot? Dat is echt best wel lame. Ik had echt wel verwacht dat hier al gewoon iets lag of zo. Dat deze grot ergens naartoe leidt. Maar dat zien is het gewoon een passageway of zo. Er ligt wel redelijk veel metal. Dus dat is wel sick. Oh, je kan hier verder, of niet? Kan je hier niet verder? Is dit serieus de hele grot? Wow, man, dat is lame. Nou, op zich, aan de ene kant vind ik het wel weer cool dat ze zeg maar een grot als deze een beetje hebben aangekleed met, in dit geval, spinnenwebben. Om het een beetje thema te geven dat er heel veel spinnen zitten. Maar voor de rest, je hebt er eigenlijk helemaal niks aan. Nou, thanks voor de chitin, dat wel. Wat loot je eigenlijk uit een bij? Dat vraag ik me ook wel af. Maar ik heb het gevoel dat als ik 1 bij boos maak, dat ik alle bijen boos maak. Dus dat, is dat een idee? Of zullen we dat maar niet doen dan? I don't know. Okay, I really want to try out eigenlijk. Zullen we het gaan doen? Wat krijgen we hieruit? Oh, je krijgt ook gewoon giant bee honey uit. Dat is een worker bee, zag je dat? Ik wist niet dat er worker bees waren. Ik dacht dat ze letterlijk allemaal gewoon koningin waren of zo. Dat dit gewoon allemaal koninginnen bijen waren. Dat zijn wel echt mega groot namelijk. Nou, we hebben er 1 giant bee honey uit gekregen. Want het is iets. Zolang je ze one-tapt. Zolang je ze one-tapt, dan worden de vrienden niet echt boos, zeg maar. Dus dat is wel nice. Oh, je krijgt heel chitin uit trouwens. Oh, hallo. Dan gaan we gewoon eventjes bijen aanvallen. Ik bedoel, waarom niet? Zijn er genoeg hier al? Hallo, bijmensen. I came to kill you all. ik heb eventjes jullie chitin nodig, jongens. Die bee honey interesseer ik me niet heel erg veel voor. Gaat mij in dit geval meer om de chitin. Nou, ik denk dat we nou wel voldoende hebben geloot. We gaan weer terug naar de base en dan kunnen we daar even het een en ander van craften. Home sweet home, ladies and gentlemen. We zijn er weer. Hallo. Wij zijn gearriveerd. Wij hebben heel wat giant bee honey. Laat ik daar trouwens gelijk eens van dat eten voor maken voor mijn goede vriend de slak. We hebben het een en ander hierin gedaan. Dus nou moeten we alleen nog eventjes wat hout hebben om deze reutemeteut te starten. Dus even kijken waar we dat even uit kunnen vissen. Zo, 200 hout. En light fire. Zo, nou, ik weet niet hoeveel we hieruit kunnen halen, maar goed. Trouwens, laten we meteen even zo'n water well craften dan. Want dan kunnen wij... is het een water reservoir attached is to pipes and store rain? Nee, dat is voor rain. Oké, hoe kunnen wij... Dan moeten we een water well maken, toch? Een well. Hier, water well. Ik moest even mijn Scorched Earth engrams aanzetten, want anders bestond die niet. Dus kunnen wij dit craften? Dat kunnen wij zeker. Ik had niet eens gekeken naar de resources, dus fijn dat dit in één keer kan. Dan ga ik die meteen eventjes plaatsen, want dan kunnen wij namelijk heel makkelijk ons water kunnen tanken hier. En dat wil ik wel graag. Kijk, hier, dat vult al aardig op. Goed, wij hadden wel al nog van die water skins. There we go. Dus dan kunnen wij die hier ook mooi vullen in de put. Komt u maar. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren voordat dat gevuld wordt, maar eens even zien. Er zit wel wat water in, maar niet heel veel, zie je. Loopt langzaam vol. Het is niet juf van het, dit jongens. Een waterputje is niet juf van het. Oh, daar gebeurt daar wat. Er komt even een sponsje uit. Oké, dat is vreemd. Nou, ik heb in ieder geval 1 waterskin. Wat als ik die hierin doe? Oké, we hebben zo te zien al 1 sweet veggie cake. Nou, dat is niet zoveel. Wordt er nou meer gemaakt of moet het echt een volle zijn? Oh, nee, er wordt er nog eentje gecraft. Oké, dat is nice. Het hoeft niet eens een volle waterskin te zijn. Goed om te weten. Zo te zien wel, jongens. Dit werkt gewoon. We kunnen gewoon met half gevulde waterskins kunnen we het een en ander bereiken. Dat is best wel... Of dan kunnen we dit gewoon craften. Dus op zich werkt dat gewoon prima. Ik denk dat de reden is waarom het niet helemaal tot de max gevuld is, omdat de put gewoon niet meer water heeft. Maar goed, laten we dit gewoon lekker doorgaan. Waarvoor hadden we ook weer dat chitin gevonden? Dat is natuurlijk om dus die mooie greenhouse dingen te maken. Laten wij eens even kijken wat dan als wij voor, weet ik veel, 100 poelen. Kunnen wij er nu ook... We kunnen er 4 maken, are you kidding me? Oh, we hebben niet genoeg metal ingots. Are you kidding me? Metal ingots. Hier, we hebben wel metal ingots. Wat is er voor onzin? Hoppakee, metal ingots for days, jongens. Oké, we kunnen er nog steeds maar 4 maken. Wat hebben we tekort dan? Wij hebben cementing paste. En natuurlijk. Daarvoor waren we aan het zoeken. We waren natuurlijk aan het zoeken om dit te maken, om cementing paste te maken. Oké, nou, chitin. We hebben heel veel chitin. Komt u maar. En we hebben natuurlijk heel veel stone. Dus laten wij 2000 poelen naar jou. En dan halen we even de helft van de chitin eruit. En dan zeggen we 250 in jou gecraft worden. En dan craften we de helft in deze makker. Zo, daar wordt 266 gecraft. Dus dit gaat lekker door. Heel goed. En daar gingen we dus dat mee maken. Dat is heel fijn. Eens even zien. Wij hebben hier 4 taarten. En ik denk dat dat het ook wel was dan. Wat komen we tekort? Ja, we komen weer water tekort. Nou, we zouden... Weet je wat? We maken het gewoon meteen op. Want we hebben het nu toch. Het zou zonde zijn als dat bee honey weer gaat spoilen. Kunnen we er net zo goed meteen maar wat van maken. Zie je, nou is hij dus wel helemaal vol. Omdat hij dus
genoeg water had in de put. Dat is dus hoe het werkt. Heel nice. Zo, er wordt weer meer taart gemaakt. Helemaal prima. Ik denk dat ik dat gewoon zoveel mogelijk blijf maken. Laat ik wel alvast eventjes al mijn dino's dan naar binnen verhuizen. Want waarom niet, toch? Zo, tadaa. Alles is weer lekker gehitcht. Laat ik jou nog even een klein beetje daar neerzetten. Zodat jij wat meer benaderbaar bent. Goed, heel fijn. Je hebt ook al levels. Hey, je hebt ook weer lekker wat Argentina pasta gecreëerd. Heel goed. Laten we trouwens even kijken of we wat kunnen doen met die mooie bones. Ik bedoel, we hebben ze toch. Dus laten we eens even kijken of we kunnen wat craften. Cool. Oké, wat is een vet masker, jongens? Wat is een tof masker om op te doen? Okay, het vetste is natuurlijk de Wyvern skin. Die is wel echt heel cool. Maar ik denk dat ik voor deze ga. Voor de Quetzal. Quetzal kostuum. Daar moet ik nog even een paar bones voor hebben. En dan is dat goed. Dus daar ga ik dan wel voor sparen. Wat ik nu ga doen is ik ga dit eventjes lekker zo daarin droppen. Dan hebben we 2 over voor de slak. Dat is nu wel prima. Dan gaat hij dat lekker opeten. Ik denk dat we niet heel veel meer dan dat moeten gaan doen. Omdat het anders... we moeten eten een beetje gaandeweg verspreiden natuurlijk. Goed, laten we kijken hoeveel cementingpasta we inmiddels hebben gecraft. Zo te zien redelijk wat. Is deze metal al klaar? Dat is zo te zien al klaar. Zal ik dat maar uitdoen om een beetje hout te besparen. Eens even zien. Wij doen dit erin. En dan kunnen wij nu nog steeds maar 4 maken. Are you kidding me? Wat komen we tekort? Crystals? Zo te zien kwamen crystals tekort. We kunnen nu de 5 maken. 5 is weinig, jongens. Ik wil meer. Komen we echt crystals? We komen volgens mij gewoon crystals tekort. God damn, boy. We zitten op crystal owls, dames en heren. Er zijn crystals voor deze. En wat komen we tekort? Crystals. Nou goed, dan ga ik die eventjes looten. Oké, ik heb zo'n beetje alle crystals geloot die hier te pakken waren. Laat ik trouwens deze ook eventjes demolishen. Ik denk dat dat wel... we kunnen de resources wel gebruiken. Zo, dat is dat. Nou hebben we wat meer crystals. Laten we die er eventjes inrachen. Ik denk dat ik er 9 wil in totaal. Dus dan moeten we er nog 4 van maken. En dan hebben we natuurlijk nog een hele zooi aan ceilings nodig. Oké, dit is alles wat ik heb kunnen maken. Maar ik had best wel een gek idee eigenlijk. Misschien dat ik daarvoor eerst nog even een staircase moet maken. Ik denk namelijk dat het wel heel vet is als wij hier bovenop... Met een trappetje zo. Komen wij hier bovenop. En wat nou als we hier niet daar een fucking ceiling gaan neerzetten? Wat nou als we hier een kleine greenhouse maken? Ik denk dat is denk ik wel een leuk idee, toch? Dus dan zetten we gewoon... Hier zetten we dan onze... Ja, wat is het? Onze walls neer. We maken hem maar heel klein voor nu. Maar dat kunnen we altijd natuurlijk groter maken. Het is allemaal S+, dus we kunnen het allemaal weer oppakken. Zo, meer dan dit kunnen we niet doen. We kunnen wel vast een paar ceilings plaatsen. Maar dan denk ik, we hadden er denk ik maar een paar nodig. Ik denk, we kunnen er nog wel voor 2 langer maken, zo. Oké, dit wordt dan wel een projectje. Want we hebben hier nu niet echt de resources voor, helaas. Voornamelijk crystal komen we tekort, dus daar moeten we er nog eventjes voor op pad. Maar dat is zeker weten wel een leuk projectje om daarboven een soort van kleine greenhouse te maken. I don't know, ik denk dat het lijkt me wel leuk. Pakken gewoon even het dak van onze base. En daar kunnen we nu alvast eventjes onze large croplots in plaatsen. Water wordt natuurlijk wel een issue, want we kunnen hier niet echt, meer... rekening houden met de regen. Dus dat wordt wel een ding. We moeten wel even een waterleiding trekken. Dat kunnen we als het goed is vanaf de well doen. Maar ik dacht, hey, dit is misschien wel een leuk plan om een soort van kleine ding hier te maken. Wat we kunnen doen is we kunnen wel eventjes... ik denk dat we een regenton even snel maken. Laat ik snel eventjes wat fixen. Oké, ik heb het zo gedaan. Er staan dus nu hier achter 2 van die watertonnen. Die worden opgevuld door dus regenwater. En hier zit dus 1 tap en die moet als het ware deze makkertjes dus allemaal gaan bevochtigen, denk ik. Hopelijk gaat dat werken. Wat ik wel kan doen is alvast deze weer even vullen met hun seeds en met hun fertilizer. Oké, eens even zien. We doen hier ook wel de rock carrots in met 2, 3, 4. En dan doen we dat hier ook eventjes met de sephiroths. En natuurlijk de long grass. Oké, nou hebben we dus alleen nog water nodig en dan gaat dit groeien. Dus regen, let's go. Kijk eens aan, de regen. Precies wat ik nodig had. Goed. Laat ik meteen even mijn water jar vullen, want waarom ook niet? Kan ik die weer gebruiken? Hopsakee. Nou, laten wij eens eventjes kijken of mijn genieuze plan werkt. Zoals je kan zien, er komt water uit. Het is niet veel, want elke keer als dat ding een beetje vult, gaat dit meteen weer eruit gooien. Maar ja, de watertank vult op, 14-14 zoals je ziet. En dit gaat meteen verspreiden. Deze is alleen not irrigated. Deze is irrigated, deze is irrigated. Not irrigated. Oh, wacht. Ze zijn natuurlijk, denk ik, om de beurt irrigated of zo. I don't know. Ik weet niet precies hoe dit gaat werken. Maar hier groeit wat. Daar groeit wat. Hier groeit alleen nog niks. Hopelijk gaat deze kroplot ook nog irrigaten. Anyways, we hebben wel heel veel, wat is het, greenhouse effect, zoals je kan zien. Dus dit gaat hopelijk snel genoeg. Ah, yes. Deze is nu ook irrigated. Kijk eens even aan. Dus hier groeit. Hier gaat wat groeien. Hier gaat wat groeien. Hier gaat wat groeien. Ons greenhouse werkt redelijk goed. Dus dat is nice.
Dit laten we gewoon zo staan. Uiteindelijk wil ik dit natuurlijk wel helemaal dichtbouwen. Dat snappen jullie wel. Maar voor nu is dit op zich wel een leuke oplossing. Hey jongens, ik denk dat we wel een hele succesvolle aflevering hebben gehad. We hebben flink wat gebouwd. We hebben flink wat loot gevonden. Gewoon die Mastercraft Giganotosaurus in een molshoop. What the fuck was dat? En we hebben natuurlijk lekker wat gebouwd, jongens. We hebben een hele nieuwe basis. We zijn verhuisd. We hebben alles daar in het hoekje gezet. We hebben hier een greenhouseje. Ik vind het wel succesvol. Laat een duimpje omhoog achter als je deze aflevering leuk vond, jongens. In de volgende aflevering gaan we dit finaliseren. Hopelijk is Duncan hij dan eigenlijk wakker geworden. Stinkjoch, blijf maar slapen. Hij ligt dan natuurlijk nog daar ergens aan de overkant. Misschien is hij al wakker. I don't know. Laat een reactie achter. En dan zie ik jullie allemaal later.